Aan die aardbeving, of dat aan die gaswinning gerelateerd is. Dat moest ook nog maar eens blijken. En heel Nederland heeft last van bodemdaling, dus niks aan de hand. En ik ben me er pas eh, meer in gaan vastbijten. En dat was een verhaal, volgens mij, naar de volgende beving, die daarna kwam, de volgende grote. Toen ben ik hier geweest en toen sprak ik een, een vrouw die vertelde. Hè, er zijn duizenden van deze verhalen, maar zij zei van ja, we hebben niet geslapen... want we dachten straks stort het dak in... en dan slapen de kinderen. Ik heb hè, jonge kinderen had ze... die heb ik naar de uh, dagopvang gebracht... naar het kinderdagverblijf. De leidster daar had ook wallen onder de ogen... die had de hele nacht niet geslapen, hetzelfde ding. En wij wisten allebei niet of dat pand veilig was. Nou, en toen had ik het eerste voorbeeld... van dit is niet alleen... Nee, want op het nieuws zie je de hele tijd die scheur in die muur alsof dat het grootste probleem is. Het grootste probleem is een totale ontrichting van een samenleving. Nou, toen mij dat duidelijk werd, dacht ik, nog heel naïef... Hè, van uh, samen met de PvdA, die toen in de regering zat... Jan Vos, die was zeker bereid om redelijke dingen te steunen. Nou, wij uh, dachten een ombudsman, die is aangesteld... Vervolgens een noodfonds. Ik dacht: met vijf miljoen kom je in heel eind... en heb je die problemen wel opgelost. <gif> noodfonds, wat eh, de houten uit... van het ziekenhuis en de universiteit in zo'n commissie. En toen dacht ik: van nou ja, nu moet dit wel gaan lopen. De schadeafhandeling bij de NAM zou allemaal geregeld worden. En daarna zag ik pas de totale dat een land zoals Nederland weigert om dat goed te regelen, nou dan word je ja je wordt er pislink van. Ja.